ga nu een snel en lekker snoepje klaarmaken, gesuikerde popcorn. Heel leuk om te doen als je kinderen thuis zijn, want die vinden dat heerlijk om het geluid van die popcorn te horen knallen in de kasserol. Wat hebben we daarvoor nodig? Olie, mais en suiker. We gaan een grote kasserol op heel heet vuur zetten. We gebruiken arachideolie in plaats van olijfolie. Ten eerste omdat het dan anders naar olijven zou smaken. Bij arachideolie is het redelijk neutraal. Het is plantaardig, het is van pindanoten. En het kan heel hoge temperaturen verdragen. We gaan er de popcorn in doen. De suiker. Die moet karamelliseren. En dan gaan we dat dicht doen. En dat is wat dat kindjes heel leuk vinden. Je moet af en toe eens schudden. En je mag kijken, maar dat is op eigen risico. Het concert gaat beginnen. Ik ga eens een keer zo schudden. Je hoort bijna geen geluid meer. Dat wil zeggen dat ze bijna allemaal gepopt zijn. En dan kan je ze eruit nemen, zo met het bakje zelf. Je kan ze ook verpakken in een plastic zakje, meegeven als cadeautje. Zo, het laatste bakje. Je kan beginnen uitdelen aan de kinderen. Geniet ervan.